De zonnestralen hebben Schiedam weer bereikt. De tuiners in Teurleden genieten met dit weer extra van hun volkstuinen. En waarom heeft u ooit het huisje aangeschaft? Nou ja, mijn vrouw die dacht van laten we eens een tuin beginnen. Ik kom vanuit Brabant en daar hadden we natuurlijk ook een tuin. Ik was blij dat ik er vanaf was. Mijn vrouw kwam met het idee van, en zeker met die coronaprikkelingen, laten we eens kijken voor een tuin. Dus ik wist helemaal niet dat hier een volkstuinenvereniging zat. Dus gekeken hier en eigenlijk dus heel snel besloten om een tuin te nemen. Omdat we de camping zat waren, van het heen en weer rijden en dan iedere week inpakken, uitpakken, caravan verkocht, tuin genomen. Toen ik niet meer hoefde te werken, 2004. Oh, dan zit u al heel lang. Nou ja, wat is lang? Ja, het is begin april. Er moet aardig wat gedaan worden om de hele zomer weer van de tuin te kunnen genieten, denk ik. Normaal waren we al een dikke maand bezig met vergelijking met de afgelopen jaren. Toen hadden we de maand maart best wel mooi weer. Het is dusdanig slecht weer geweest dat eigenlijk deze weken de eerste prikkelingen weer zijn begonnen. En weer aan de slag kunnen. En zoals je ziet is het best wel veel te doen in de tuin. Nou, wij zijn aardig klaar. Wij zijn heel erg op dreef al, dus huisje is haast al helemaal schoon en de tuin, nou ja, je ziet het, is ook al aardig schoon. 'S Winters doe ik er niet veel aan, want dat, kijk, nou wordt het een beetje lekker weer, maar afgelopen weken was helemaal niks. Dus dan doe je andere dingen. Ik ben nu met het beetje snoeien, dus nou, we gaan de bloesem die gaat uitlopen en dan kun je precies zien wat bloemetjes zijn en wat je weg kan halen. En anders dan dadelijk een beetje alles weer picobello is, dan pak je een stoeltje, een boekie, een biertje en dan heerlijk van het mooie weer genieten. En iedereen die nu denkt van goh, ik wil een tuintje in een volkstuin, heeft u daar nog tips voor? Ja, nou ja, je moet wel bereid zijn. Kijk, het mooiste is altijd als je de mensen zien zitten, zoals net als met de coronatijd. Dat iedereen lekker buiten zit in het zonnetje, lekker niks te doen. En dat is zo lekker, wil ik ook wel. Maar je moet wel werken erop, het gaat allemaal niet vanzelf.